Veel woningen in Nederland worden door te weinig mensen bewoond. Woningcorporaties zouden graag zien dat dat soort huizen vaker gedeeld worden. En dan hebben we hier mijn slaapkamer en daarachter de badkamer. Vorig jaar zomer vielen er rake klappen op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Leden van een rechtse studentenvereniging waren het slachtoffer en de daders stonden vandaag voor de rechter. En het is een strijd van jaren, maar scholen geven het niet op. Meer meiden in de techniek, daar moeten we naartoe. Ik vind dat je gewoon moet zijn wat je wil, wat je moet doen, wat je leuk vindt. Daar gaat het om. Goedenavond. Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Maar tegelijkertijd worden veel huizen onderbewoond. Meer dan de helft van de sociale huurwoningen in Nederland wordt verhuurd aan een eenpersoonshuishouden. De Nijmeegse corporatie Thalys verhuurt nu 40 huizen en 2 singles, ook aan Ruts en Lauren. Dan hebben we hier mijn slaapkamer en daarachter de badkamer. Dit was een aparte kamer. Dit was een woonhuis waar een mevrouw alleen woonde. En er waren gewoon 4 slaapkamers. En dit is omgebouwd dat je allebei je eigen slaapkamer hebt en allebei een eigen badkamer. Dus dat vinden wij wel echt een uitkomst. Rut en Lauren kenden elkaar eerst niet, maar moesten allebei nog jaren wachten op een sociale huurwoning en besloten er daarom één te delen. We zochten een woning, allebei op hetzelfde moment. Ja. En het was gewoon heel fijn dat hier, omdat dit nog niet zo bekend is, stond je hier gewoon met minder mensen ingeschreven. En de voorwaarde was dat je met z'n tweeën was en daar hebben we aan voldaan. Dus... Volgens woningcorporaties is deze manier van wonen een goede oplossing voor het woningentekort. Hier in Wijchen zijn 45 huizen dus anders ingericht voor 2 huurders. 2/3 van de huurders die bij mij op dit moment een woning zoeken zijn alleenstaande mensen. Nou ja, dan is dit natuurlijk een veel betere oplossing. Dat je 2 mensen achter 1 voordeur blij maakt met een dak boven hun hoofd. Deze oplossing voor de woningnood en de manier van wonen, die kent nog wel bureaucratische hobbels als het gaat om bijvoorbeeld huurtoeslag en de AOW-zorgtoeslagen. De woningcorporaties zijn met meerdere ministeries in gesprek om die belemmeringen weg te nemen. Normaal is de introductiemarkt voor beginnende studenten van de Radboud Universiteit een gezellige boel. Maar augustus vorig jaar vielen de rake klappen en raakten 2 leden van de rechtsnationalistische studentenvereniging GNSV gewond. Een 38-jarige Nijmegenaar en een 18-jarige man uit Oegstgeest zijn vandaag voor de rechter verschenen. Ze zijn beide van deze daad van agressie vrijgesproken. Het incident vindt die zomer plaats bij het kraampje van GNSV. Een groep mensen valt het kraampje aan. De GNSV-leden liepen daarbij verwondingen op, zo ziet een ooggetuige. Er kwam een heel groep mensen daar vanuit de bosjes. En eerst omcirkelen, een beetje ruzie zoeken en dan toch uiteindelijk snel gevecht. Eén neus kapot leek het, ander echt maar bebloeden. Meerdere politiewagens en beveiligers van de universiteit komen ter plaatse. Er blijken geen wapens in het spel te zijn. De politie spreekt van een handgemeen. Het universiteitsbestuur vindt het geweld schandalig en triest en zegt dat geweld nooit een oplossing mag zijn voor meningsverschillen en al helemaal niet op een dag waarop nieuwe studenten kennis maken met hun universiteit en elkaar. De officier van justitie is vandaag in de Arnhemse rechtbank duidelijk. Het gebruiken van geweld en het bewust opzoeken van een confrontatie op de wijze zoals die hier heeft plaatsgevonden, dat is echt ontoelaatbaar. Hij eist daarom werkstraffen en boetes. Dan komt de rechter met een toch verrassende uitspraak. Ik ga u vrijspreken en ik ga u uitleggen waarom. Want dat lijkt me ook wel belangrijk om te doen vandaag. Ik zie de oplichting bij u. Bij die confrontatie hebben 5 mensen van de GVSN meegedaan en 6 van de Antifa. Alle betrokken personen hebben meegedaan aan het geweld daarbinnen. U heeft ook bekend, ja, ik heb wel geweld gebruikt. Maar daarna lopen de lezingen verschrikkelijk uiteen. Vrijspraak dus, omdat er geen duidelijk bewijs is. Het Openbaar Ministerie heeft 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Installeren, monteren en repareren. Nou, misschien heb je er gewoon talent voor, maar met wat scholing kan bijna iedereen het leren. Toch zijn het nog steeds vooral mannen die kiezen voor een technische opleiding. Scholen in Gelderland willen vandaag met de jaarlijkse Girls Day meiden enthousiast maken voor techniek. Op het Rijn-IJssel in Arnhem gaven jonge meiden vandaag een rondleiding om de praktijk te laten zien.
Ik had geen vrouw verwacht. Ik dacht dat je met je vriend of vader mee was. Een beetje dat soort dingen. En ja, kan je het wel eigenlijk? Dat zijn de meeste opmerkingen die ik wel heb gekregen. Klanten verwachten ook dat er een man aan de deur staat. En dat levert af en toe ongemakkelijke situaties op. De acceptatie is er nog niet overal. Hoeveel meiden zitten er nu op de opleiding? Bij ons zitten er 3 meiden in totaal op heel Rijn-IJssel. Techniek 71 meiden op 1300 leerlingen. Dus dat is echt heel weinig. Door het technisch werk te filmen hoopt Randy anderen te inspireren. Bijvoorbeeld op social media laat ik allemaal filmpjes zien van wat ik doe op het werk. Wat ben je daar aan doen? Het dakgoot schoonmaken. Bijvoorbeeld zo'n keten plaatsen. Dus alles wat je hieronder ziet, ja, dat installeer ik dan erbij. Ik denk goed in. Rijn-IJssel hoopt via workshops bij de opleidingen meiden te laten zien wat mogelijk is. Meiden tussen de 10 en 15 jaar komen vandaag hier rondkijken. We gaan vandaag een houdertje maken voor de tablet of voor de telefoon. Ze leren zagen, maten bepalen en uittekenen. Ik vind dat je gewoon moet zijn wat je wil, wat je moet doen, wat je leuk vindt. Daar gaat het om. Een musical over de oorlogsjaren 40-45. Dat ziet u straks in deze uitzending. En die musical die is vanaf september te zien in deze hal. En de ondernemers denken er veel profijt van te gaan krijgen. Zelf denken wij zeker wel 500.000 tot 1 miljoen bezoekers te krijgen. Op een scherm op Centraal Station in Arnhem zijn gisteravond korte tijd pornobeelden te zien geweest. Voor reizigers, dat bevestigt de gemeente Arnhem. Wie zijn vertrektijd wilde checken, die stond voor een verrassing. Want op de 2 blauwe schermen in de stationshal werd behalve de vertrektijden van de haltes E tot en met G een pornovideo vertoond. Op de video waren de onderlichamen van een naakte man en een vrouw te zien die de liefde bedrijven. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren de beelden al binnen enkele minuten afgeplakt met tape, zodat de seksscène niet meer zichtbaar was. Een bijzondere tijdelijke bestemming voor de Sint-Jozefkerk aan de Roosendaalse weg in Arnhem. Daar wordt momenteel padel gespeeld. De kerk staat al meer dan 15 jaar leeg en het plan is dat er zich een supermarkt gaat vestigen. Maar tot die tijd wordt er gesport op een prachtige indoor padelbaan. Om geluidsoverlast te voorkomen worden er de komende tijd nog geluidsdempende maatregelen genomen. En badmintonster Selena Peek uit Arnhem heeft zich met haar dubbelpartner Robin Tabeling geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Ze bereikte donderdag de laatste 4 van het EK in Saarbrücken. En dat was genoeg voor plaatsing. Peek was tijdens de Spelen in Rio en Tokio ook al van de partij. Volgens ooggetuigen was het een gekkenhuis. In 1944 komt het Arnhemse ziekenhuis Sint-Elisabeths Gasthuis precies in de frontlinie te liggen tijdens operatie Market Garden. Het ziekenhuis wordt overspoeld met gewonde burgers, Britse en Duitse militairen. En dat terwijl er rond en zelfs in het ziekenhuis gevochten wordt. Het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek besteedt nu aandacht aan deze bijzondere episode. Zo moet het er ongeveer uitgezien hebben. Het Sint-Elisabeths Gasthuis kwam in september 1944 midden in de vuurlinie te liggen. De verhalen van toen worden nu tentoongesteld in Airborne Museum Hartenstein. We proberen in deze tentoonstelling zoveel mogelijk verschillende perspectieven te laten zien. Van alle verschillende mensen en groepen die tijdens die strijd in dat gasthuis aanwezig waren. Een van die mensen was Riet Ariens. Ze werkte in het ziekenhuis toen het oorlogsgeweld losbarstte. De toestanden in het ziekenhuis werden eerder al in beeld gebracht in de film There's is the Glory. En Riet Ariens vertelde haar verhaal al eens in een uitzending van Omroep Gelderland. 17 september moesten de bedden allemaal van de kamers afkomen en die kwamen in de lengte langs de gang te staan. Zodat ze allemaal en dat je er nog langs kon lopen. Naast het verhaal van Ariens komen ook de belevenissen van anderen in het ziekenhuis aan bod in de tentoonstelling. Nou, ik denk dat als je door al die persoonlijke verhalen, dat die geschiedenis die redelijk plat aan kan voelen, wel echt tot leven kan komen. En dat je heel erg doorkrijgt dat het ook maar iets is wat mensen hebben meegemaakt en waardoor zij ook toen werden overvallen. Ondernemers in Barneveld ruiken kansen door de komst van oorlogsmusical 40-45, die vanaf september gaat draaien in een nieuwe theaterloods bij de Midden-Nederlandhallen. De verwachting is dat de hele regio van de komst van de musical kan profiteren. Zo gaat het spektakel eruit zien. Ondernemers hebben al flink nagedacht over de kansen die de musical biedt. Gasten kunnen straks ook bij ons reserveren voor een overnachting
En dan wordt er natuurlijk heerlijk gedineerd. En ook daarin gaan we toch kijken naar mooie menus die passen bij het thema van 40-45. Dus we willen eigenlijk een goede samenwerking aangaan om met z'n allen daarvan te profiteren. Als waar mensen komen, ja, wordt handel gedreven. De theaterhal is bijna af en aan de foyer wordt nog gewerkt. Volgens Studio 100, het productiehuis achter de musical, ligt er voor ondernemers veel potentieel. Zelf denken wij zeker wel 500.000 tot 1 miljoen bezoekers te krijgen. Dat is onze verwachting. Ook instanties zien kansen, zoals het Nederlands Pluimveemuseum. Zij willen in september starten met een expositie over onderduikers in kippenhokken. Wij hopen daar extra bezoekers mee te krijgen. Wij hopen daar gewoon hen de link te leggen naar de musical en omgekeerd. En ook de gemeente kan niet wachten totdat de musical start. Ik denk dat het Barneveld wel in het spotlight zet. Wij zijn een gemeente, ondernemend, waar veel gebeurt. We willen vooruit met elkaar. En dit is een volgende ontwikkeling in dat kader. En dit was het Gelders Nieuws in onze app. En op de site leest u onder meer over de mishandeling van een Chinese student op de campus van de Wageningen Universiteit. Bij de internationale studenten zit de schrik er goed in en de universiteit stelt een onderzoek in. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. Het weerbeeld viel vandaag een beetje tegen in de provincie. Er was veel bewolking en er viel ook af en toe wat lichte regen. Ja, het liet niet echt aan de lente denken. En hoe anders was dat gistermiddag nog, toen de zon volop scheen, het vrij rustig weer was en het echt wel lenteachtig was. En ik kan alvast verklappen, de komende dagen gaat dit het beeld weer zijn. Mooi lenteweer. Want we hebben te maken met een storing die nu nog over de provincie heen ligt. Het is een scheidingslijn tussen wat frissere lucht in het noorden en wat warmere lucht in het zuiden. En we komen dus in die warme lucht terecht. Morgen gaat dus ook de zon volop schijnen. Het trekt wel wat sluierwolken over, zoals je hier ook in de computeranimatie ziet. Maar de zon gaat het echt wel aardig doen. Het blijft droog en de temperatuur gaat her en der al richting de 20 graden. En ook zaterdag, als de wind nog uit het zuidwesten blijft waaien, hebben we te maken met vrij hoge temperaturen. Maar op het eind van de kaart zien we ook een pluk met hele dikke bewolking boven de Britse eilanden klaar liggen. Daarachter ligt koudere lucht klaar en daar krijgen we in de loop van zondag mee te maken. Eerst vanavond dus nog. Vanavond veel bewolking. En uit die bewolking valt vooral in het noorden nog af en toe een spatje regen. Temperatuur ligt halverwege de avond rond een graad of 13. En zakt in de nacht uiteindelijk naar een graad of 12 weg. Echt al een warme nacht voor april. En daarbij blijft het nog lange tijd bewolkt. Maar morgenochtend trekt die bewolking snel weg richting Overijssel. En komt de zon er steeds beter bij. Temperatuur stijgt naar een graad of 19. Misschien op een enkele plek zelfs al 20 graden. En daarmee is het echt wel heerlijk lenteweer. En zaterdag doen we daar eigenlijk nog een stapje bovenop. 21 graden staat er in mijn kaart. Maar misschien dat het zelfs 22 graden wordt in de Achterhoek of in het rivierengebied. En ja, daarbij schijnt dus volop de zon. Maar de nacht naar zondag trekt een zwakke storing over. Dat is dus die band die klaar lag. En dan gaat de temperatuur aardig naar beneden. En krijgen we volgende week echt al te maken met een aantal buien en vrij fris weer. Ik wens u een fijne avond.